Meester Ashna Kanhai geeft juridisch advies aan een van de moeders wiens kind slachtoffer is geworden van seksueel misbruik. En dan gaat het in deze om de case van de opvanginstelling Te Flora. Deze case is een zeer spraakmakende case geweest en heeft Suriname wel danig geschokt. Maar waartoe moet deze case gaan dienen in Suriname? Volgens meester Kanhai moet dit een wake-up call zijn voor heel Suriname. Wij voeren nu naar het vraaggesprek welk wij hadden met meester Ashna Kanhai over deze case. We hebben kennis genomen van eigenlijk een schandaal is het, dat er in een opvanghuis voor kinderen, dus een crash, enkele kinderen zijn misbruikt geworden, seksueel misbruikt geworden, ernstig misbruikt geworden door een jonge man, een meerderjarige jonge man. En die jonge man is aangehouden en de moeders zijn natuurlijk nu bezig met traumaverwerking van de kinderen, want heel veel zaken komen nu naar boven terwijl de psycholoog werkt, etcetera. Maar ook de ouders, de andere gezinsleden van de kinderen, van het gezin van de kinderen, lijden er ontzettend onder. Ik ben niet betrokken als advocaat hoor, maar meer als juridisch adviseur. Dus ik heb de mensen begeleid, maar ik praat met u als mens. Ik praat vandaag met u als mens en als moeder, omdat ik vind dat sommige situaties in ons land helemaal, het heeft niets met politiek te maken. Het heeft te maken met de omstandigheden waarin we onze kinderen kunnen achterlaten of niet kunnen achterlaten. En het vertrouwen dat moet uitgaan van een crash of een naschoolse opvang. We moeten weten dat onze kinderen daar veilig zijn. En dat was in dit geval, meneer Ganesh, niet zo. Het was zo ernstig dat die... Ik bedoel, u moet u voorstellen, kinderen van 4 en 5 jaar zijn seksueel misbruikt. Ze gaan met de mentale gevolgen en de psychologische trauma's gaan ze hun hele leven... Ze zijn getekend voor het leven. Alleen omdat iemand misschien de controle niet heeft gedaan op een juiste manier. Iemand anders misschien niet met zijn vingers thuis kan blijven, dus, of thuis kan houden. Dus ik vind het belangrijk om hierover vocaal te gaan en Suriname te laten weten dat er iets mis is gegaan. En niet gewoon mis, er is een wet opvanginstellingen in Suriname. De controle van die wet behoort bij de overheid, met name bij het ministerie van Sociale Zaken. Bij mij rijst de vraag, hoeveel controle is er uitgeoefend? En wat gebeurt er niet allemaal in andere opvanginstellingen misschien? Misschien moeten we daar nu wel serieus naar gaan kijken. Omdat het is makkelijk. Er is iemand gearresteerd, de dader is in beeld, de dader gaat gestraft worden. Maar de dader komt een keer weer buiten. We weten ook dat bepaalde straffen... Voor hoe lang gaat die man opgesloten worden? Dus zelfs als er een veroordeling komt, de man komt terug in de maatschappij. Maar niet alleen de man zelf. Onze hele gemeenschap moet eigenlijk erop bedacht zijn, waar is de controle, waaraan moeten opvanginstellingen voldoen, is het kind veilig bij zo'n opvanginstelling? Want ik vraag me ook af, ik begreep dat het in deze is, het opvanghuis is gesloten, permanent neem ik aan. Ik neem ook aan dat de vergunning zal zijn ingetrokken. Alleen, iemand die een opvanginstelling heeft gedreven, ik kan niet zeggen, ik wist niet wat daar gebeurde. Men moet te alle tijden weten wat gebeurt in de opvanginstelling waar men een vergunning voor heeft. Wat zijn de verdere maatregelen? Toch, waarom is de uitbater van die instelling niet ook aangehouden? Dat soort vragen zijn gerezen in het proces van de begeleiding van met name een aantal moeders. En deze zaak heeft mij als mens erg aangegrepen. Dus ik dacht, het is goed als we daar een keer over praten. Wie en of wat heeft dan gefaald in het systeem? Nou, sowieso heeft de persoon die de vergunninghouder heeft gefaald, want die heeft weet duidelijk niet hoe een opvanginstelling te draaien. Maar meer de waarborg die moet worden gegeven. En dat is vanuit de overheid, denk ik, daar heeft de overheid wel gefaald. Als er een wet is, die wet moet gewoon nageleefd worden. Ik denk dat we dan de overheid wel even ter verantwoording moeten roepen, ja. Ja. En is er, corrigeert u me als ik het niet correct heb, maar is er juridisch daarin ruimte om bijvoorbeeld een rechtszaak aanhangig te maken tegen
de staat? Ik denk dat we daar wel over aan het nadenken zijn. Ja, ik denk dat weet je wat me opviel, en dat neem ik wel de overheid kwalijk. In deze zaak, misschien is het enkele maal in de media geweest, maar er is nooit een handreiking geweest naar de slachtoffertjes. Toch? Dus wat moet er nu gebeuren? Hoe gaat men om met de trauma's van kinderen die er niet om hebben gevraagd? Toch? En wat gaat men doen aan de naleving van met name de wetopvanginstellingen? Dus ja, ik denk dat er wel ruimte is. Ik denk ook dat we die ruimte gaan nemen. Je moet altijd proberen. Maar het heeft vooral tot doel om een stukje bewustwording te creëren. Die awareness is belangrijk bij de mensen, maar ook bij de overheid. De wetten zijn er om nageleefd te worden. En niet alleen door de burgers, maar ook door de overheid. Maar zijn er nooit, want ik denk dat de gemeenschap dat zich ook afvraagt, minister ja. Kanhai, zijn er nooit red flags geweest bij de moeders, bij de ouders zelf, die ja, hun kinderen daar plaatsten? Ik neem aan dat er genoeg red flags zijn geweest. Alleen, als u dus ziet hoe de dader te werk is gegaan. Kijk, het moet uit die kinderen gehaald worden, nu, nog. Dus ik denk dat die intimidatie van die kinderen dermate was dat het moeilijk was. En weet je verwacht het ook niet als ouder. Het laatste waar je aan denkt is, er is op de crash iets gebeurd. Iets van deze strekking. Toch? Want er werd elke keer werd er door de directrice van die crash, werd er elke keer het waarborgen gegeven. De kinderen zijn hier goed, de kinderen zijn gelukkig. Overigens, dit is één geval. Het is ook gebleken, want er zijn entiteiten die zich bezig hebben gehouden met het eigenlijk controleren. Hè? Ik meen dat ik een NGO ken die zich daarmee bezig heeft gehouden. En die zegt ook van, sommige crashes zijn bijna gevangenissen voor kinderen. De kinderen worden daar gezet, staan daar in hun bedje. Het is net alsof we huisdieren hebben die we moeten voeden op tijd enzovoort. Weet je, een kind, de ontwikkeling van een kind vergt veel meer dan alleen voedsel in zijn of haar mond stoppen. Dat die hele mentale omgeving, die omgeving, hygiëne is één ding, bezigheden, activiteiten, maar ook waaraan stel je ze bloot, die kinderen, toch? Stel je ze bloot aan dit soort gewelddadige dingen? Wat zijn de gespreksonderwerpen? Wat de crashleidsters bijvoorbeeld of de juffen met elkaar hebben? Dus waaraan stellen we onze kinderen bloot als we onze kinderen in een crash laten zitten of zetten? En ik denk dat je niet kan verwachten van de ouders van, luister, er was een red flag, dus daarom. Het is nooit de schuld van een kind om misbruikt te worden. Dus als de ouders het, toen de ouders het hebben ontdekt, is er gelijk actie ondernomen. Ja, en de persoon zelf die de crash runde, ja, toch? Is ze ook, zit nee. Ze, nee? Dus dat bevreemd ons ook. Zij is niet aangehouden. Ik weet niet of het ik denk dat het een mevrouw is. Maar u ziet nu even uit uw bril als advocaat. Ja. Er zijn wel, zegt u, gronden aanwezig dat ze wel aangehouden zou moeten worden? Dus ik zit niet op de stoel van natuurlijk de vervolging of zo. Maar ik denk dat als ik het zo bekijk, dan is er wel een bepaalde verantwoordelijkheid die zij heeft, had moeten dragen. Omdat de zaken natuurlijk onder in haar gebouw zijn gebeurd. Dus, en zij daar dagelijks aanwezig was. En wat ik heb begrepen hoor, en dit is van de moeders, zijn er dus wel mensen die zeggen dat ze dat die directrice van die instelling wel kennis droeg. Aan de andere kant zijn er een aantal theorieën in het strafrecht volgens welke je kan zeggen van ze had het moeten weten. En omdat ze het had moeten weten, kun je misschien kijken naar vormen als medeplichtigheid. En ik weet niet of die zijn besproken of zo, maar zoals het er nu naar uitziet, is de dader aangehouden en er is een strafproces tegen de dader. En voor de rest is er niks meer. En natuurlijk de begeleiding van de slachtoffertjes. En dat neemt heel veel tijd hoor. De gezinsleden moeten heel vaak naar de psycholoog en zo. Dus ik denk dat het een grotere straf is voor de kinderen en hun gezin, hun ouders nu, dan het voor de dader is. En ik denk dat we daarom moeten kijken van, luister, waar gaat de overheid inkomen? Toch actief inkomen en niet zeggen van, ja, we weten dat het niet goed is en we weten, we hadden moeten. De controle is weg geweest, de controle is niet daar geweest. En ik maak me daar
Het is pijnlijk om dit soort verhalen te horen. En deze case moet dus gaan gelden nu als wat? Ik denk dat het moet gaan gelden als een wake-up call. Okay. In elk geval een wake-up call van luister, nu moeten we dit serieus nemen. Anders schrap die wet, dan is er geen wet. Want nu lijkt het erop alsof het er toch niet is. Toch? Dus als die wet in place is, wat is het probleem om de controle ook actief uit te oefenen? We zijn wel bezig met kijken wie allemaal valse bonnen maakt en dit en dat en zus en zo. Maar we zijn niet bezig om te kijken naar er staat in de wet opvanginstellingen. Want ik neem aan dat het ook geldt voor, bejaardentehuizen. En we weten allemaal hoe het gaat in sommige tehuizen. We weten dat, we horen die verhalen en we denken van, weet je, oudje dood. Oké, ja, het kan wel aan iets hebben gelegen. Oudje heeft in haar ontlasting gezeten 5-6 uren. Wordt er daarop gecontroleerd? En... Maar dat heb je, hè, want je hebt natuurlijk niet voldoende mensen die dat werk goed kunnen doen. Nou, dus daar is er dan weer iets van, misschien moeten we mensen gaan opleiden, maar mensen ook motiveren. Je gaat niet een vergunning aanvragen voor een crash omdat je geld wil maken. En ouders die hun kinderen zelf bij een opvanginstelling plaatsen, waarop moeten zij vooral gaan letten? Ze moeten sowieso letten op de hygiëne, maar ze moeten vooral de communicatie met hun kinderen. Maar ja, dat is het weer, hè? Kinderen van 4 jaar, 3 jaar, dus hoe doe je dat eigenlijk als ouder? Je moet die waarborg kunnen hebben van, dat is een goede crash. Dus je kijkt de curricula na, maar god, als je die kinderen in die crash zet en om het uur moet bellen, van wat doet mijn kind nu, dan kan je even goed dat kind thuis houden. Dus die waarborg moet worden gegeven en het vertrouwen moet er zijn. Maar bij mij zijn er twijfels gerezen na het doornemen van met name wat er allemaal mis is gegaan in het strafproces. Komen dan details naar boven waarvan je denkt van, maar wacht even. Hoe heeft die persoon, die dader, die gelegenheid gekregen? Toch, dat is die gelegenheid hem geboden. En misschien kan het 1 keer, 2 keer zijn gebeurd, maar dit is een consistente misbruik van die kinderen geweest. Ja. Volgens mij had hij vaste dagen ook nog waarop hij de kinderen misbruikte. En dat in het bijzijn van andere kinderen. Dus het is vrij ernstig. En we kunnen zeggen, ja, de zaak ligt op het bord van de rechter. Dat is mooi. Maar hoe is het met misschien andere instellingen waar het ook is gebeurd? We weten het niet. Wordt het geen tijd? Dus deze zaak is zeker een wake-up call. Ik hoop dat het een wake-up call is, ja.